Voor u aan de linkerkant, prins Johan Friesel. Vele militaire attachés uit geallieerde landen zijn hier bijeengekomen. Uit Canada, uiteraard onze bevrijders, de Amerikaanse bevrijders, de Britten, ook uit Frankrijk, Rusland, Polen, Australië, Nieuw-Zeeland en ook uit België en Luxemburg zijn hier militaire vertegenwoordigers aanwezig. De coördinator van de plechtigheden, de heer Timmermans, maakt de melding van de aankomst van de koningin, de prins en de zonen. De eerste herdenking was hier op 4 mei 1945. Waarop wij in heel Nederland al onze gevallenen herdenken. Verzoeken wij Hare Majesteit de Koningin en Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Klaus de eerste krans te willen leggen aan de voet van ons nationaal monument. Twee dagen voor de capitulatie echt een feit was, want pas op 6 mei waren de Duitsers in staat te tekenen, werd herdacht. Blijf bij ons hier, wordt straks gevolgd door het hoornsignaal geeft acht en tap toe. Te blazen door de sergeant Hooman. Hij is hoornblazer van het tamboer en pijpers van het korps mariniers. En daarna 2 minuten stilte ter nagedachtenis aan alle gevallenen. Nogmaals, hier worden herdacht allen die na 10 mei 1940, burger of militair, zijn omgekomen, waar ook ter wereld.
De Friese vlag en ook de andere provincievlaggen zijn in top gehesen. Ook onze nationale driekleur en de vlaggen van Aruba en de Nederlandse Antillen. Begeleid bij het Wilhelmus werd het publiek door de Marinierskapel. Dan volgt nu een korte toespraak door de minister-president, de heer Kok. Wij waren 2 minuten stil. Die 2 maal 60 seconden op de avond van de 4e mei behoren tot de meest indrukwekkende momenten van het jaar. Want niets is veelzeggender dan stilte die zo intens wordt beleefd. Een oude Joodse wijsheid zegt: vergeten is ballingschap. Gedenken is het begin van de verlossing. Om te gedenken zijn we hier bijeen. Jong en oud, op de meest symbolische plek van ons vaderland, aan de voet van het Nationaal Monument. En met ons, op ditzelfde uur, zovelen in alle dorpen en steden van Nederland. Wij gedenken hier de doden van de Tweede Wereldoorlog, onze militairen, de mannen en vrouwen uit het verzet, de zeevarenden van de koopvaardij, de vele tienduizenden die nimmer zijn teruggekeerd uit de concentratiekampen en de medeburgers die omkwamen bij bombardementen en ander oorlogsgeweld. Niet minder gaan onze gedachten naar de miljoenen geallieerde militairen die ver van huis, ver van degene die hen dierbaar waren, hun leven gaven voor de bevrijding van de oude wereld en van de volkeren van de Pacific. De offers die Nederlanders en geallieerden brachten om die terreur van bezetting in Europa en Azië te breken, waren ondraaglijk zwaar. Ondraaglijk zwaar voor hen die van hun naasten en geliefden moesten vaststellen dat ze voor altijd waren verloren. En die offers waren ook nodig. Nodig waar het ging om de vrijheden die president Roosevelt heeft gebeiteld in de geschiedenis van de 20e eeuw. Onze dank aan hen die offers brachten behoort meer dan in woorden gestalte te krijgen in de levenshouding, nu en morgen, van ons en van onze kinderen. Verdraagzaamheid naar de medemens, ook als hij of zij van ver is gekomen. Geen racisme, geen discriminatie. Solidariteit met wie niet voor zichzelf kan zorgen. Begrip voor de levensovertuiging van anderen. Plichtsbetrachting tegenover de samenleving. Leven in vrijheid en duurzame vrede. 50 jaar na de bevrijding. 50 jaar vrijheid. Wij eren hen die hun leven lieten het best door aan de vrijheid die zij ons gaven in dankbaarheid, in gezamenlijkheid en in verantwoordelijkheid inhoud te geven, vanuit het besef dat wat toen gebeurde nooit weer mag gebeuren. President die straks als eerste een krans zal leggen hier aan de voet van het Nationaal Monument. Als eerste van velen die een krans zullen leggen bij het monument en waarvan de kijkers naar Nederland 3 een vervolgreportage kunnen zien. Inmiddels nemen wij afscheid van de kijkers van Nederland 1 en 2. Vragen om met een vertegenwoordiging van ministers een krans te willen leggen namens de ministerraad van het Koninkrijk. En de ministerraad van het Koninkrijk, dat betekent dat de krans tevens is van Aruba en de Nederlandse Antillen. Daarbij
de minister van Defensie Voorhoeven en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mevrouw Borst, de gevolmachtigd minister van Aruba, de heer Kroes, en de plaatsvervangend gevolmachtigd minister van de Nederlandse Antillen, de heer Bel. Van het Koninkrijk. De volgende krans die gelegd zal worden is afkomstig van het comité chefs van staven en de bevelhebbers. Generaal van der Bremen, chef defensiestaf. Vice-admiraal Buijs, hij is bevelhebber der zeestrijdkrachten. Mag ik nu de burgemeester en lokale burgemeester van Amsterdam vervolgens verzoeken een krans te leggen namens de gemeente Amsterdam? Wel, de heren zullen even moeten wachten, want eerst is de heer Patijn aan de beurt met lokale burgemeester De Graven. En zoals de heer Timmermans al aangaf, is dit dus een krans namens de gemeente Amsterdam. Mag ik de chef defensiestaf en de bevelhebbers van de krijgsmacht delen en de commandant van de Koninklijke Marechaussee uitnodigen een krans te leggen namens de gehele krijgsmacht. Nu dan dus de beurt aan de militairen. Generaal van den Bremen, chef defensiestaf. De bevelhebber van de zeestrijdkrachten is de vice-admiraal Buijs. Die van de landstrijdkrachten is de luitenant-generaal Cousy. En de bevelhebber der luchtstrijdkrachten, luitenant-generaal Manderveld. En de commandant der Koninklijke Marechaussee is de generaal-majoor Fabius. De krans van de krijgsmacht namens het comité chefs van staven en de bevelhebbers. Mag ik aansluitend twee nabestaanden uit uw midden uitnodigen een krans te leggen namens alle nabestaanden. En dat zijn twee nabestaanden die onbekend wensen te blijven. Thank you.
mag ik nu een tweetal deputaties, bestaande uit direct betrokkenen en kleinkinderen, vragen om een krans te leggen namens de gevallen militairen en namens de verzets- en oorlogsslachtoffers in Azië. Leden van Scouting Nederland dragen de kransen weer aan. En het is de eerste generatie vertegenwoordiger, de heer Meiners van het Stichting Veteranenplatform en de heer Schreuders van diezelfde organisatie, die een krans zal leggen samen met twee kleinkinderen. Namens de gevallen militairen. De heer Meiners, links in beeld. De kleinkinderen. Vervolgens zullen wederom twee deputaties van direct betrokkenen en kleinkinderen een krans leggen namens de slachtoffers onder de koopvaardij en namens de verzets- en oorlogsslachtoffers in Europa. Namens de slachtoffers onder de koopvaardij zijn er twee eerste generatie vertegenwoordigers. Dat zijn de heer Boekwijd van het comité Reunie Koopvaardijpersoneel 4045 en de heer Stolting van dit comité en eveneens weer twee kleinkinderen. En namens de verzets- en oorlogsslachtoffers in Europa ook weer twee eerste generatie vertegenwoordigers, namelijk mevrouw Herema van de Stichting Burgeroorlogsgetroffenen en de heer Koumou van de Stichting Samenwerkend Verzet 1940-1945. En ook hier weer twee kleinkinderen. Niet alleen namens de verzets- en oorlogsslachtoffers in Europa wordt een krans gelegd, ook namens die in Azië. May I invite a delegation of Allied veterans who liberated our country to lay a wreath for all our Allied soldiers killed in action, tezamen met een deputatie van de Ridders Militaire Willemsorde. Ridders van de Militaire Willemsorde begeleiden deze veteranen uit Canada, Engeland en Amerika. Uit Canada de Colonel David Fairweather van de Seafold Highlanders. Zij krijgen duidelijk applaus, deze bevrijders, van het hoofdstedelijk publiek. Na 50 jaar nog steeds dankbaar voor wat deze mannen en hun collega's hebben gedaan om ons te bevrijden, zodat we deze 5e en nu de 4e mei in vrijheid kunnen herdenken. De Canadees, Colonel Fairweather, deed mee aan de invasie op Sicilië en de bevrijding van Amsterdam. En hij maakte deel uit van een groep van 50 Canadese bevrijders die deze dagen hier te gast zijn van de gemeente. Uit Engeland zagen we Captain Frank Dell, hij is van de Royal Air Force, neergeschoten boven Nederland en vervolgens bij een verzetsgroep in de Achterhoek terechtgekomen, waar hij wapeninstructies gaf en bij verzetsactiviteiten betrokken raakte. Een Amerikaan is General William A. Knowlton van de 7th Armored Division. Namens de geallieerde veteranen. Er zullen nu kransen en bloemstukken worden gelegd door een aantal direct betrokken organisaties
en verenigingen. Die organisaties en verenigingen zullen per 10 tot 14 kransen tegelijk leggen. Organisaties en verenigingen als de Stichting Nederlands Dachau-comité in samenwerking met de Stichting Vriendenkring van Oud-Dachauers, het Nederlands Auschwitz-comité, de Nederlandse Vriendenkring Sachsenhausen, de Stichting Vriendenkring Mauthausen, de Stichting Vriendenkring Neuengamme, de Vereniging Oud-Buchenwalders, de Stichting Vriendenkring van Oud-Natzweilers, het Comité Vrouwen van Ravensbrück, het COC, de Vereniging Ex-Dwangarbeiders Nederland Tweede Wereldoorlog en het Verbond Belangenbehartiging Vervolgingsslachtoffers. Genoemde organisaties, die vaak die huiveringwekkende namen van de concentratiekampen dragen, leggen hun kransen. De nu volgende groep zal kransen leggen voor de Vereniging Dragers Bronzen Leeuw en Bronzen Kruis, de Royal British Legion, de Vereniging van Poolse Oudstrijders in Nederland, de Royal Air Force Association, de Vereniging Oudstrijders van de Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene, de Stichting Genootschap Engelandvaarders, het Contact Oud-Mariniers, de Algemene Vereniging Oud-Marinepersoneel, de Stichting Recreatie Oorlogsveteranen Suriname, de Vereniging Bond van Oud-Stoottroepers en Stoottroepers, de Bond van Wapenbroeders, de Koninklijke Nederlandse Vereniging Onze Vloot, de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers en veteranen van de VN-vredesmissies van de blauwhelmen, zo gezegd. Want nogmaals, hier worden herdacht die hen die met name degene zijn die na 10 mei 1940 als burger of als militair zijn omgekomen, waar ook ter wereld. Zij worden herdacht op deze nationale herdenking. Dan zullen nu kransen worden gelegd namens de Stichting Samenwerkend Verzet, het Verenigd Verzet 1940-1945, de Landelijke Contactgroep Verzetsgepensioneerden, de Vereniging Kinderen van Verzetsdeelnemers 1940-1945, de Stichting Comité Herdenking Februaristaking 1941, de Landelijke Organisatie van Landelijke Knokploegen, de Stichting Gijzelaars Beekvliet en Haren, de Stichting Centraal Orgaan Voormalig Verzet en Slachtoffers, de Gehandicaptenraad, de Stichting Burger Oorlogsgetroffenen
en de vereniging Joodse Oorlogskinderen. Deze groep zal kransen leggen namens de Stichting Herdenking 15 augustus 1945. De Stichting Nederlandse Slachtoffers Japanse Vrouwenkampen. De Vereniging Kinderen uit de Japanse Bezetting en de Bersjap 1941-1949. Het Comité Jongenskampen Bangkong Gedung Jati. Federatie van Verenigingen van Indië-Militairen. Vereniging van Oud-Militairen van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger Maju. De Vereniging Oud-DVS-personeel. De Nederlandse Vereniging van Oud-Militairen der Koninklijke Marine. De Vereniging Oud-Korea-strijders. Het Vrouwenkorps KNIL. En het Landelijk Platform Woonwagenbewoners en Zigeuners. De kransleggers worden ook nu weer geholpen door zo'n 150 jeugdleden van Scouting Nederland, die de helpende hand bieden hier bij deze nationale herdenking. Scouting Nederland doet dat overigens op verzoek van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. En ieder jaar komen de scouts uit een andere provincie, hebt u misschien in de loop der jaren wel eens gemerkt. En dit jaar bij gelegenheid van de 50ste herdenking is gekozen voor een andere benadering. De scouts op de Dam gaan namelijk in augustus deelnemen aan de Wereld Jamboree. Dat is een 10-daags scoutingkamp dat in het teken staat van internationale verbroedering. En aan die Wereld Jamboree, hier in Nederland, zullen ruim 25.000 jongeren uit 120 landen deelnemen. En dat is de reden dat de scouts op de Dam dit jaar wat ouder zijn dan andere jaren, zo tussen de 13 en 18 jaar. Ze komen overigens uit geheel Nederland. Nu we toch hier bij het Nationaal Monument staan, is het nuttig te vertellen dat die scoutingactiviteiten in de Wereldoorlog door de bezetter verboden waren. Maar inmiddels is scouting zo'n beetje een van de grootste jeugd- en jongerenverenigingen van ons land. Het is de bedoeling dat nu alle kransen gelegd zijn, namens de organisaties en verenigingen ook, het publiek zal kunnen defileren langs het Nationaal Monument, waarbij er gelegenheid is tot het leggen van bloemen. 2, 3 van de vele oudstrijders, 4, die hier deze dagen in Amsterdam en in heel Nederland te gast zijn. Namen. Noem de namen. Fluister. Schreeuw.
al luistert bijna niemand meer. Tot aan de horizon blijven de velden volgekruist. Leven ontnomen onder dezelfde noemer. Wie noemt de naamlozen? Na 50 jaar nog altijd geen bericht. Geen landkaart waar de kuilen aangegeven staan. Geen handvol eigen grond waarin zij zijn bewaard. Het boek blijft open. Fluister, schreeuw en luister naar de stilte waarin alle namen zijn gehoord. Aldus Ton Lutz, noem de namen. In feite is dit het einde van de herdenkingsplechtigheid bij het Nationaal Monument. Zij het, zoals ik u vertelde. Hare Majesteit de Koningin en hun koninklijke hoogheden verzoeken om daarbij begeleid door de voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei, de burgemeester van Amsterdam en de commissaris van de Koningin, het defilé langs het Nationale Monument te willen openen, daarbij gevolgd door de schoolkinderen. Zij het dat zoveel mogelijk aanwezigen langs het Nationale Monument zullen defileren. Op uitnodiging van de heer Timmermans, dus allereerst het koninklijk paar. Mevrouw van Montfrans, voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei, de koningin, prins Klaus en de prinsen. De schoolkinderen die zijn uitgenodigd bloemen te leggen. Bloemen in de kleuren, de nationale kleuren, rood, wit en blauw. Elk jaar spelen kinderen een grote rol bij deze herdenking. En dat is natuurlijk niet voor niets. Want herdenken is niet alleen stilstaan bij wat gebeurd is. Het is ook een signaal ervoor te zorgen. En daar zullen mede deze kinderen voor moeten zorgen dat de geschiedenis zich op dit punt niet herhaalt. Tot zover. De Dam in Amsterdam. Goedenavond.